Welkom op deze inspiratiedag van het Living Lab Hedwige Prosperpolder. Ik heb begrepen dat een aantal mensen hier voor het eerst is als mogelijke partners voor de toekomst. Een aantal mensen al eerder in gesprek is geweest met de initiatiefnemers STOA en WL, het Waterbouwkundig Laboratorium uit Vlaanderen. Een samenwerking tussen België en Nederland. Volgens mij uniek in zijn soort. Enerzijds omdat er een echt Living Lab komt, dat je real life, ja, toen ik met jullie in gesprek raakte, bijna zag, een soort speeltuin bouwt voor professionals, waarin jullie kunnen gaan experimenteren, naast ook het meten van onderzoek op het gebied van dijken. Ik ben door Ludolf en Patrick Peters, die is vanuit België vertegenwoordigd, Ludolf is initiatiefnemer vanuit Nederland, gevraagd om deze middag met jullie te begeleiden. Dat zal ik ook doen. Zij zullen vooral zelf ook aan het woord zijn, maar ik loods jullie door de middag heen. Zou je kunnen zeggen. Wat is de bedoeling? Enerzijds willen de initiatiefnemers jullie heel graag vertellen waar zij staan op dit moment, als het gaat om dit mooie Living Lab wat zij aan het oprichten zijn. Anderzijds willen ze jullie heel erg gaan in gesprek gaan over potentiële samenwerking, welke aanvullingen jullie zien, welke mogelijkheden jullie zien, welke wensen er zijn. Dus de hele middag zal gericht zijn op dialoog tussen alle partijen zoals je hier bij elkaar verzameld bent. Nou, met wie gaan we nou in gesprek vandaag? Enerzijds initiatiefnemers. Misschien kan je even opstaan, Patrick. Ik weet niet of jullie Patrick kennen, Patrick Peters. Ja. Het Waterbouwkundig Laboratorium Vlaanderen, WL, moet ik zeggen volgens mij. Als afkorting, ja. Ludolf Wentholt. Vanuit STOA. Maar zij zijn niet alleen. Zij hebben een team meegebracht van themaleiders. Mensen die zich heel erg aan het verdiepen zijn op de inhoud. Wat voor type proeven kunnen hier plaats gaan vinden? Waar gaat het nou precies om? Wat voor kansen zien we? De themaleiders, misschien kunnen jullie ook even opstaan. Dan kan je ze zien met elkaar. Een heleboel. Laat maar zien, het team. Vanuit de organisatie. Dit experiment, of het Living Lab, wat er de komende jaren gaat komen, gaat zometeen een samenwerking zijn van heel veel verschillende partijen. Waarbij STOA en het WL initiatiefnemers zijn en een regisseursrol willen gaan vervullen. Daar gaat het vandaag ook over. Ik zou eigenlijk even Patrick en Ludolf willen uitnodigen hier te komen staan. En even met hen in gesprek te gaan over dat Living Lab en de Hedwige Prosperpolder. Patrick zal iets meer heel kort over de inhoud vertellen, later ook wat meer. En jij zal iets meer zeggen, Ludolf, over wat nou de ambitie met deze dag. Ja. Maar misschien even startend bij jou, Patrick. Van wat is nou jullie ambitie met dit prachtige gebied, de speeltuin, de proeftuin die jullie gaan bouwen? Wel, eerst en vooral, dankjewel voor de massale opkomst toch wel. Wij gaan dat proberen over te doen in Vlaanderen, maar ik verwacht dat er niet zoveel volk zal zijn. Maar toch, ja, ik vind het vooral uniek, omdat we op de Vlaams-Nederlandse of Belgisch-Nederlandse grens zitten. En het is ook een grensoverschrijdend project dat weliswaar door Vlaanderen wordt aangelegd, maar het is op Nederlands grondgebied. En dat maakt dat we dus Nederland en Vlaanderen kunnen samenbrengen en Ludolf en ik hebben elkaar daar gevonden. Wat is er nog heel leuk aan dat project? Het is niet een dijkversterking, het is geen dijkverzwaring. Het is wel degelijk een 21e eeuws waterbeheerproject. Land teruggeven aan de rivier. Het is bij wijze van spreken meer veerkracht geven aan het systeem. Dus ik denk wel dat het een voorbeeldproject is voor de komende 50 jaar, 100 jaar. En tot slot wil ik nog zeggen, soms zeggen ze 1 plus 1 is meer dan 2. Ik denk echt wel dat wij hier kansen hebben om 1 plus 1 plus 1 plus 1 is na een tijd ontelbaar te hebben. Praktisch voor jullie, wij geloven erin dat we straks kunnen proeven, spelen, leren, testen. En niet alleen wij, niet alleen STOA WL, maar ook andere overheidsinstellingen. Wij denken aan kennisinstituten, wij denken ook aan onderwijs en privépartijen. Dus wij denken dat er heel veel mogelijk is voor verschillende partijen om elkaar te vinden. En dat maakt het voor mij uniek. Prachtig, dankjewel. En Ludolf, vandaag, wat is jullie doel en ambitie met vandaag? Nou, de lol eigenlijk van wat wij onze samenwerking is dat WL... En wij hebben samen onderzoeksvragen, maar we hebben ook de ruimte en de speeltuin, wat Patrick al zei, om anderen ook uit te nodigen om mee te doen. Dus enerzijds doen we dingen zelf en die gaan we gewoon doen zonder jullie. Maar tegelijkertijd hebben we heel veel mogelijkheden
om samen met jullie allerlei onderzoeken te doen of experimenten te doen. En we hebben jullie zelf nodig, zeg maar. En dat is dus wat we doen. Dus enerzijds hebben we zelf onze wensen en tegelijkertijd willen we regie geven en we willen faciliteren. En de Vlaams-Nederlandse samenwerking, eigenlijk willen we dat straks in Interreg ook nog verbreden naar Frankrijk en Engeland. En de Environment Agency wil ook meedoen. Nou, dan heb je gewoon een iets. En wat je eigenlijk doet is dat je waterveiligheid experimenten op een dijk gebruikt om een betere waterveiligheid te creëren. Dat is eigenlijk een soort gek iets. Maar eigenlijk door beter te weten hoe een systeem zich gedraagt in het echi, hè, want we doen nu oefeningen terwijl het altijd mooi weer is in juni, zeg maar. Maar we willen echt daadwerkelijk calamiteiten oefeningen doen. Defensie wil ons helpen om dijken door te breken. En wij gaan er dan van onze kant in de militaire hoek, civiele hoek, erbij ook oefeningen doen. En daadwerkelijk dat dijken bezwijken. Hè. En op een gegeven moment, wanneer laat je nog iemand er wel op lopen, wanneer laat je niemand er niet op lopen. Nou, dat is natuurlijk wel een hele unieke kans. En als belangrijkste ook nog, is dat wij ook onderwijs een hele grote kans willen geven. Dus eigenlijk, wij zeggen, wij hebben geld, WL heeft geld. En de gelden die wij vanuit Europa krijgen, willen wij gebruiken om onderwijs, hbo's, universiteiten een extra kans geven om daar gewoon in een curricula, maar ook gewoon de mensen van de toekomst op te leiden. Want die hebben wij gewoon als sector nodig. Dus er zit echt wel een heel belangrijk element in om de mensen van de toekomst te betrekken hierbij. Prachtig samenwerkingsinitiatief. Ik zie ook nog staan, Ludolf, 23 april 20 in België. Ja. Nou, de Belgische belastingwet is dusdanig ingewikkeld dat veel Belgen de grens niet overkomen, tenminste zakelijk gezien. En dus wat wij doen is dat wij eigenlijk de opbrengst van vandaag spiegelen we en dan gaan we mee naar, ik gok Antwerpen, maar het kan ook Brussel zijn. En dan gaan we dus met de Belgische universiteiten, met de Belgische bureaus en met de Belgische kennisinstituten de opbrengst verrijken. En om te zorgen dat dat partnership Nederland-Vlaanderen, zeg maar, dat ook daar gaat. Dus dat komt de Universiteit Leuven erbij en de Universiteit Antwerpen bijvoorbeeld. Want wat willen jullie doen met de input van vandaag en 23 april? Heel kort. En waarvoor zitten we hier en waarom heeft het toegevoegde waarde om hier met elkaar zo te zijn? Nou, omdat wij wel een hoop dingen al bedacht hebben, maar dat is vanuit onze perspectief. En we willen de klant wensen en de klantvragen willen we eigenlijk opvragen. En de klant is in dit geval veel overheden. Dus waterschappen, Rijkswaterstaat, maar ook Defensie is denk ik even een klant hiervoor. En bureaus zijn ook een klant, want we willen met z'n allen op een gegeven moment naar een betere waterveiligheid toe. Ja. En vandaaruit kan je dus de samenwerking wellicht verder gaan vormgeven richting de toekomst. Ja, hartstikke mooi. Dank jullie wel. Ik zou jullie willen vragen nog even te gaan zitten. Zometeen zal Patrick wat meer op de inhoud ingaan van het gebied. En hoe ziet het gebied eruit? Wat is de ambitie met het gebied? Enzovoorts. Maar ja, we zitten hier met een hele grote groep. En ik denk dat het wel goed om eens even op te kijken van hoe gaan we met elkaar aan het werk vandaag. Even één ding is over vragen stellen. Je kan zometeen absoluut vragen stellen. Daar is ruimte voor, hier ook zometeen plenair en ook in de themasessies. Wat jullie ook zullen merken is, van we hebben best wel een groot... Ben ik nog te horen of niet? Ja, we hebben best een grote ambitie voor de middag. Dus het kan ook zijn dat de moderators op een gegeven moment zeggen, nou, deze vraag kan je misschien beter tijdens de borrel stellen aan mensen. En ik wil jullie vragen daar een beetje in mee te werken, want dan kunnen we ook echt goed verzamelen met z'n allen door de dag heen. En niet om mensen af te kappen of wat dan ook, maar ja, soms zal het tempo even aangegeven worden. Dus als we dat met elkaar wat daarin voegen, dan denk ik dat we een hele mooie middag tegemoet gaan. Maar ook wel even voorstellen. Waarschijnlijk zit je naast iemand die je al kent, of misschien ook niet. Ik wil je even kijken rond. Nou, precies. Schud elkaar zo even de hand. Zorg er even voor. Even één ogenblikje. Ja. Ik vind het wel leuk om even een paar reacties uit de zaal te horen. Wat hier besproken is. Misschien, wie vindt het leuk om even kort iets te zeggen over met wie heb je kennis gemaakt en wat is je opgevallen in het gesprek? Over kwaliteiten, over wat je mooi vindt aan dit traject. Ik ga gewoon even iemand. Een schrikbeurt. Een schrikbeurt. Ja. Ja, kwaliteit in samenwerking, drempelverlagend, denk ik. Alles moet bespreekbaar zijn met collega's in relatie met ervaringen met waterveiligheid. En ook wel een beetje een warm nestgevoel. Een warm nestgevoel. Samen, dat je het samen doet. Ja, misschien is dat een beetje een onduidelijke term, maar toch, ja. Het prettig hebben met z'n allen en daarmee vooruitgang. Ja, maar een beetje samen positieve
toon en samenwerking is ook heel stimulerend. En daar ook, dat levert steeds meer positieve toevoeging. Ja, absoluut. Ja, je hebt hartstikke mooi gezegd. Is Arthur ook te verstaan? Ja, oké, is goed te verstaan. Dankjewel. En jij bent van? RWS. Van Rijkswaterstaat, ja. Ja, maar eigenlijk kom ik ook een beetje uit Vlaanderen. Ah, kijk. Dat bedoel ik. Zie je, daar komt het al. Hartstikke mooi. Nog iemand anders? Over de gesprekken. Hè? Wat is jou opgevallen, Hans, aan de gesprekken? Nou, dat er flinke gesprekken plaatsvinden in elk geval. Ik dacht dat ik elkaar allemaal kende, maar dat is toch niet. Toch niet het geval. Nee. En met wie heb jij kennis gemaakt? Ik heb kennis gemaakt met mensen die ik al ten dele ken en ten dele nog maar een klein beetje ken. Ja. En nou ja, ik vond de uitnodiging van Ludolf wel heel erg aanstekelijk. Het is een geweldig mooi project waar je van allerlei dingen van op kan steken. En waar we natuurlijk ook zelf dingen willen inbrengen. Ja, maar je voelt je ook uitgenodigd. Oh, absoluut, ja. Mooi om te horen, dankjewel. En waar ben jij vandaan, Arthur? Van Hans, sorry. Hans, hè? Ja, van de Radboud Universiteit. Van de Radboud Universiteit, dankjewel. Bloemrijkerdijk. Wat zeg je? Bloemrijkerdijk. Bloemrijker denken van de Radboud Universiteit. Dijken. Dijken. Ja, denken ook, maar dijken. Ja, ook. Ja. Mag ik aan jou een vraag stellen? Mark? Ja, dat hoeft niet te vragen. Hoe ben jij in gesprek gegaan en wat heeft dat jou gebracht? Je hebt wat drie gesproken. Links en rechts. De mannen wijzen mij terecht. En dan denk ik, dan doe ik mijn hand in mijn broekzak, maar dat mag ook niet. Dus het is wel mooi altijd dat je mensen waar je al langer in mee optrekt, in dit traject, dat je die toch wel door deze vraag weer wat beter leert kennen. Dus ik heb het met Patrick even gehad van wat hij nou van Ludolf vindt. Nou, dat bespreken we straks bij de borrel. En met Martin, waarin ik straks samen in een ronde rondom calamiteiten en crisissituaties optreed. Van waar is hij nou gehuisvest en wat is zijn expertise? Nou, die expertise zit Martin heel duidelijk. Is van, want waar jij bent van, weten we. Martin is van het waterschap Rijn en IJssel. Oké. Okay. Hij zit daar in de crisiscoördinatie en zegt van daar gaan we gewoon. We krijgen gewoon zo'n mooie kans om eens een keer echt te oefenen. He, want de laatste oefening die we gedaan hebben, dat was in 1995, maar toen was het echt wel echt. En die hele generatie, of bijna die hele generatie, die is nu weg. Martin was er ook bij, daar gaan wij nog heel veel van leren. Die gaat ons nog heel veel vertellen over hoe dat toen ging en hoe we dat nu dan ook gewoon voor de toekomst kunnen gaan borgen. Oké, hartstikke mooi. Ja. En wat maakt deze ontwikkeling, dit project, interessant voor jullie als Defensie? Nou, voor de Defensie, wij zoeken continu naar plaatsen waar we iets meer in het echtje kunnen oefenen dan dat we normaal doen. En daarbij heeft Defensie ook gewoon een aantal bijzondere middelen tot zijn beschikking die we gewoon hier nu in willen gaan zetten. En dan heb ik het over pontons, maar ook over explosieven. En het draagt gewoon heel erg ook bij aan de kennisontwikkeling die Defensie wil. Maar Defensie die kan het ook niet meer alleen. Hè. Vroeger werd gezegd van als wij het allemaal niet meer weten als burgers, dan halen we de militairen erbij. Maar dat is al lang niet meer zo. Dus Defensie kijkt ook naar hoe zij die verweving met de civiele maatschappij kan maken. En daar zit al deze partijen zoals je hier ook bent. Ja, onderwijs, aannemers, bureaus, alles. Ja, mooi, dankjewel. Ja, is er nog iemand van onderwijs die iets terug kan geven? Onderwijs. Er waren wel mensen uit onderwijs. Ja, graag. Misschien kan je even opstaan. Ja, volgens mij werkt dat heel goed. Ja, Leven Hogeschool van Han Larenstein. De Oranje Sessie, daar zien jullie mij straks ook nog even terug. Ik ben ontzettend blij met de inleiding ook door Ludolf, waarin de rol voor het onderwijs nog eens onderstreept werd. En wat wij kunnen bijdragen is inderdaad die training van die nieuwe generatie. Maar er zit ook winst de andere kant op. Want er komt niet alleen iets uit dit project in onze studenten, maar onze studenten kunnen ook bijdragen om daar resultaten uit te gaan behalen. En dit is wat we willen gaan verkennen in de sessie van vanmiddag. Hartstikke mooi, dankjewel.
Ik zal je even meenemen nu, want je ziet dus hoe alle partijen reageren. Ik denk dat het ook tijd wordt om nog meer de inhoud in te gaan en daarna de sessies ook in te gaan. Wat gaat vanmiddag ons brengen? Het volgende. Nou, we zijn eigenlijk al begonnen met het welkom en die warming up in de samenwerking door met elkaar in gesprek te gaan. Nou, dat gaan we alleen maar meer doen vanmiddag. Het wordt heel interactief de hele middag. We starten zometeen met een inhoudelijke opening. Dat zal Patrick verzorgen. Over dat Living Lab, Prosperpolder. Wat is dat nou? Waar gaat het nou echt over? Het gebied zelf, hoe ziet het eruit? Wat is jullie ambitie met het traject? Hoe zien jullie de regisseursrol, maar ook de rol van jullie allemaal als partijen? Daar zal hij net even wat meer over vertellen dan we tot nu toe al gedaan hebben. Vervolgens vinden hier een paar korte pitches klaar. Eigenlijk deed je al een kleine introductie richting het onderwerp. Nee, is helemaal mooi. Richting de themasessie van onderwijs. Zo hebben we op alle vier de thema's die tot nu toe zijn geïdentificeerd. De BRES-groeiproeven, de BRES-initiatieproeven, calamiteit en crisissituatie. En ruimte voor onderwijs en opleiding. Er komt een korte pitch waardoor je goed hoort waar gaat dat nou precies over, dat thema. En je ook kan bedenken bij welke themasessie zou ik willen aansluiten vanmiddag. We hebben namelijk vanmiddag twee sessies, twee rondes van themasessies. Dus je kan zo meteen aan twee thema's deel gaan nemen. En door even goed te horen van degene die die sessies leiden, of die de themaleiders zijn rond dat thema, kan je ook kiezen waar je bij zou willen aansluiten. Wat we zullen doen aan het eind van de dag is dat we in de vorm van een borrelpraat in het restaurant komen nog samen. Daar staat een borrel klaar, maar die willen we ook functioneel benutten. Door de oogst van die verschillende sessies op de thema's te delen met elkaar. En we doen dat aan de hand van visual recordings. Ik weet niet of jullie dat wel eens meegemaakt hebben tijdens sessies, dat mensen meetekenen wat ze horen uit de sessie en wat de rode draden zijn, wat de belangrijkste bevindingen zijn. We hebben vier visual recorders die zullen meetekenen aan de hand van wat jullie inbrengen tijdens de themasessies. En zij zullen aan het eind bij de borrelpraat eigenlijk de oogst teruggeven aan Ludolf en Patrick. En teruggeven van nou, dit is wat als belangrijkste punten eruit kwam. En daarnaast zal de input van wie meer in detail zal worden opgehaald door de themaleiders zelf. Maar de rode draden die worden teruggekoppeld aan het eind van de dag. Daar hangt zo'n mooie visual recording. Misschien heb je nog wel zien hangen hier bij het raam. Op zo'n soort manier komt dat eruit te zien. Met prachtige tekeningen, prachtige beelden. En Ludolf zal ook een vooruitblik doen over wat gaat er nou de komende periode gebeuren. Wanneer kan je weer terug horen van hen? En wat zijn nou de logische, praktische vervolgstappen?